What's up gasten, KilmanVVZ even hier met vandaag de volgende episode in mijn online soccer manager carrière modus. We zijn lekker door aan het stormen. Vorige wedstrijd werd gewonnen, dus deze wedstrijd moeten we ook gaan winnen. Alleen weet ik... Mijn tegenstander heeft een trainingskamp tegen mij gebruikt. Dus dit wordt een hele zware wedstrijd. Ik ben bang voor het ergste. Dit is het team waarmee ik speel. Een van de sterkste opstellingen die we kunnen hebben. En dit is het team waar hij mee speelt. Ook een heel sterke opstelling uiteraard. Met bijna iedereen die heeft gescoord op Kalasna. Laten we doorgaan naar de wedstrijd. Het wordt een hele zware, zoals al gezegd. Kaasos die available speelt tegen Victor Fischer. Dus die zal geen punten laten droppen Victor Fischer. Daarnaast is omgedraaid tegen FC Jasper. Ook niet echt een zware wedstrijd. Deurperce heeft ook geen zware wedstrijd. Zoals Liranello. Heeft geen zware Alleen wij. Dus we moeten hier punten pakken. Ik ben bang voor het ergste. We gaan het zien. Bartra pakt in de eerste minuut al gelijk geel. En Scharingenbier schiet een lange bal naar voren. En de bal staat voor Kalas, die nog niet heeft gescoord. Met een halve volley probeert en te hoog. Gelukkig scoort hij niet zijn eerste voor zijn team. Achtste minuut. Eigenlijk veel druk van hem dus. Hier ook Berardi die op de keeper afgaat. Ojojojojo. Oh, 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 oh. Hij schuift de bal langs de doelman. En op de paal. Daar komen we goed weg. Alsjeblieft, hou hier de nul, boys. We kunnen het. Ik weet zeker dat we dit zonder trainingskamp kunnen winnen. Mooie avond van Super VVZ. Hotbie kan schieten. En Holtby slapt schot, de keeper heeft de bal klem. Dan moeten we ook wel de kansen benutten als we ze krijgen natuurlijk. De 21ste minuut, nog geen goal hier zo te zien. 25e minuut, nog helemaal niks aan de hand. Voor de rest zie je dus de tussenstanden. Liranello staat er weer 1-0 voor. Dus als we niet uit willen lopen, moet Holtby hier misschien wel gaan scoren. Hij krijgt in ieder geval de gelegenheid om aan te leggen. Schiet op de goal en wat een slechte poging. Lewis Holtby, hij heeft gewoon zijn vizier niet op scherp vandaag. 40e minuut, gelukkig nog geen tegengoal. Maar ik ken het. Het kan zomaar de tweede helft omgedraaien. Laten we naar de tweede helft gaan. Tegenstanders die laten eigenlijk vrij weinig liggen. Thomas komt verrassend 2-1 maar voor. En Henderson botst tegen een tegenstander. En hij ligt op de grond en geeft aan dat het serieus is. Dat is een blessure voor Henderson. Dus Henderson zien we deze wedstrijd sowieso niet meer terug. Die verlaat ook het veld. En voor hem in de plaats komt Rodriguez. Kom op boys, we moeten even een aanval op kunnen zetten. Bernat krijgt geel hier zo. Eigenlijk dus maar weinig kansen hier in deze wedstrijd tot nu toe. Bartra verlaat ook het veld. En zo gaat het richting de 0-0. Dat is niet wat we kunnen gebruiken hier zo. 67e minuut, bijna. Dan Moreno verlaat nog even het veld. Dan komt daar in Durum. Erik Durham kan hij misschien scoren. Stel je voor, hij heeft het al eens voor ons gedaan. Misschien doet hij het nu wel weer. 71e minuut tot nu toe nog geen goals, geen kansen. Helemaal niks. Die tweede helft is doodzaai volgens mij om naar te kijken. Goed avondspel van Super VVZ. En we vinden Kroos die we gaan leggen voor een schot. Tony Kroos, benut hij hem dan? Helaas raakt de bal verkeerd. Dan zit het ook niet mee vandaag in deze wedstrijd. Jenkinson ziet dan een kans. Die ziet, schiet laag maar recht op de doelman af. Die moet geen problemen hebben. En dat heeft hij er ook helemaal niet mee. Geen probleem voor Badland. Berardi verlaat dan ook nog het veld. Liranello, het lijkt ernaar uit te zien dat zij ver van ons uit gaan lopen. Vier punten om wel te verstaan. Niet te overkomen. In ieder geval houden we hier wel de nul tegen een trainingskamp. 0-0, niet een lekkere wedstrijd dus voor ons. Ook nog geen tegengoal, dat is wel weer blij. Oxlade Chamberlain is de man of the match geworden. Ons team speelde niet eens zo slecht. Alleen Bernat Giel, hij een 6 gepakt. En dan zien we dat we niet kelderen. Dat is verrassend. Heel erg verrassend. Zo zie je dat we nog steeds tweede staan. Alleen hier, deze vorm... En deze vorm, dat verschilt nogal. We laten nog wat punten liggen. En daardoor komen we drie punten achter Liranello te staan. Het is nog niet te erg. Gelukkig. FC Jasper is ons wel genaderd. En Thomas komt ook weer ietsje dichterbij. En de volgende wedstrijd is tegen FC q Die staan hier. het is in de beker. Dus dit wordt een. Ja, op het oog makkelijke wedstrijd, lijkt me. Bernat is in ieder geval geschorst. Die mag niet spelen voor de volgende wedstrijd. Dus dat gaan we even verhelpen. Ik ben in ieder geval hartstikke blij dat we geen tegengoal hier hebben gepakt. Nou hem houden we hem nog steeds onder de 10 tegengoals. Dat is echt absurd. Uh, laten we Durm er maar in gaan zetten. Want Durm die moet dan gaan spelen. Voor de rest uh, ziet het eruit na, na dat we een speler hebben verkocht. Tenminste, dat is hier niet te zien. Samir is weg van de club af. Voor de rest, Budland of Chesney? Chesney gaat keeperen. Uh, kunnen we nog een speler eventueel trainen? Daar zit ik even naar te kijken. Jung, hoe oud ben jij? Dan kan Jung eigenlijk even spelen. Laten we dan Laporte omhoog trainen, denk ik. Of wil je Moreno trainen? Nee, ja, Moreno is moe. Laten we Moreno gaan trainen. Dus gaan we, denk ik, met deze opstelling spelen. Voor de rest, Junior Malanda moet eigenlijk rusten. Hopi moet even rust hebben. Dus er komen Mastour hier erin. En Suarez komen terug in de basis. Misschien kunnen zij wel een goaltje maken. Lamella kan blijven staan. Laten we naar de training gaan voor vandaag. Je ziet dat er redelijk goed getraind is in de afgelopen episode. Benzia mag wederom gaan trainen om omhoog te gaan richting die 90 algemeen. Voor de rest Junior Malanda mag trainen en Bernat of Moreno. Moreno, laten we Moreno gaan doen. Bernat is natuurlijk geschorst, die had kunnen trainen. Maar ik ben besloten dat niet te gaan doen. Laten we nog even het geld overmaken 33,9 miljoen alweer. Dat gaat echt super hard. Dus ik denk dat we maar weer een speler mogen gaan scouten. Song en wauw. Heeft niet gescoord. 28 miljoen wilde hij ervoor hebben. Ik zou hem zelfs kunnen kopen als ik wil, maar dat ga ik zeker weten niet doen. Aguero naar Liranello en Sanjana Schagenbier, dat zijn nog eens transfers. Inleur gaat van Napoli naar Dutch VivaLogic. Aguero nog eens bij Liranello. Liranello heeft nu wel een heel sterk team. Dit is namelijk het team van Liranello: 301 miljoen. Aguero dus erin. Twee rode kaarten. Zo, voor Atsu en de Jong. Goeiedag. Die komen voor de opgeven niet in actie. Jimenez, 20 goals momenteel, 18 voor die Atsu. Heel sterke, gevaarlijke tegenstander. Ik weet waar ik mijn trainingskamp voor gespaard heb. In ieder geval, ik denk dat dit de episode voor vandaag weer was. Ik ga even de spelers scouten. Dat zie je morgen in de volgende episode van Online Soccer Manager. Mijn naam is Killman VVZ. Dank voor het kijken, liken, het, abonneren en delen. En ik zie u graag morgen terug bij de volgende episode. Later!